maak je tijdens 10 kilometer wedstrijd een fout, is niet zo'n probleem. Maar tijdens een marathon wordt de fout desastreus. Je zou het lopen van een marathon ook wel een ervaringssport kunnen noemen. Bijna alle marathonlopers hebben meerdere marathons nodig om hun perfecte marathon te lopen. Nou, toen ik mijn eerste marathon liep, was ik al 15 jaar lang hardlooptrainer. Ik had inmiddels al vele goede verhalen gehoord en vele dingen gehoord die fout gingen. Dus ik was inmiddels ervaren. Nou, tijdens mijn eigen marathon maakte ik 2 kleine foutjes. Gelukkig niet desastreus. Dus uiteindelijk heb ik wel mijn doel kunnen halen. Verderop in deze video vertel ik je welke fouten dat waren. Nou, dit zijn de meest gemaakte fouten tijdens de marathon. 1. Te snel starten. Niet controleren wat de snelheid is bij de eerste kilometers. Of niets doen met deze informatie. 2. Te laat beginnen met drinken. Wanneer je te laat begint met drinken, zijn je ingewanden al uitgedroogd en krijg je juist eerder problemen. 3. Drinken van water. In plaats van drinken van isotonische voordrank. 4. Jezelf te warm kleden of nieuwe kleding dragen, zoals bijvoorbeeld nieuwe schoenen. Nou, wil je nou meer weten over trainen voor de marathon? Ga dan naar www.runneate.nl. 5. Vergeet om jezelf actief te ontspannen door bijvoorbeeld high fives te maken met het publiek. Of vergeet om in de ochtend warm te gaan lopen, waardoor je lekker relaxed wordt. Of 6. Te snel opgeven of negatief worden. En voor het laatste deel van de marathon zijn dit de meest gemaakte fouten. Langzamer lopen dan je kunt. Je bent vaak zo moe dat je denkt dat je niet meer sneller kan, maar je kunt wel sneller. Als je iets harder gaat, word je ook meteen positief. De focus verliezen. Blijf erbij en neem cafeïne. Lekker bakkie. Nou, op al deze gemaakte fouten ga ik in andere video's. Ik ga nu rennen. Nou, als je wat vaker 10 kilometer wedstrijdjes plant, dan ervaar je al dat deze veelgemaakte fouten negatief kunnen zijn. En op die manier heb je dus de juiste ervaring voor de marathon. Dus je kan ook heel veel ervaring opdoen met kortere afstandswedstrijdjes. Je kan niet alleen maar ervaring opdoen met het lopen van de marathon. Nou, tijdens mijn eigen marathon maakte ik 2 foutjes. Dat waren dus foutjes waardoor het niet desastreus werd. Foutje 1, ik begon iets te snel. In de eerste 2 kilometer liep ik ongeveer 5 seconden te hard. Dat viel nog mee. Mede omdat ik op kilometer 2 het al in de gaten had en wel terugging naar de juiste snelheid. En fout 2, of foutje 2, was dat ik op kilometer 35 te hard ging versnellen. Ik versnelde niet 2 seconden per kilometer, maar ik versnelde ongeveer 10, 15 seconden per kilometer. En daarom kon ik dat niet volhouden. En dan werd ik een beetje negatief. Ik had het op tijd weer in de gaten en kon het alsnog goed maken. Dus zorg ervoor dat je de marathonvoorbereiding serieus neemt. En dat je zo weinig mogelijk fouten maakt. Anders kom je in de laatste 10 kilometer in de problemen. En die zijn dan echt niet meer leuk. Kijk op runneate.nl hoe jij de juiste marathonvoorbereiding gaat doen.